Wat is er zo leuk om directeur programmeer van Hof88 te zijn? Uh, nou, het is een hele veelzijdige baan, waarbij uh, je eigenlijk altijd met mensen bezig bent die het leuk vinden om uh, bij ons te komen. In dit geval bij Hof 88. Het publiek komt graag bij ons omdat ze naar een voorstelling willen of omdat ze hun hobby komen beoefenen of een tentoonstelling willen komen bekijken. Um, en de artiesten komen hier graag, want die hebben hun passie om theater te maken. Dus dit, dat kunnen ze dan bij ons komen doen. Uh, dus we zitten eigenlijk altijd in een hele leuke, positieve omgeving. Hof 88 bestaat binnenkort uh, 30 jaar. Hoe zou u Hof 88 willen omschrijven of typeren? Uh, ik zou Hof 88 willen typeren als een klein en intiem theater. Wat het heel gezellig en laagdrempelig is om toch hele mooie uh, en bijzondere voorstellingen uh, te komen kijken. Of mooie films. Waarbij eigenlijk er heel veel kwaliteit is om, uh, om daarvan te komen genieten. Hoe belangrijk is HOF 88 voor Almelo? Hof 88 is heel belangrijk voor Almelo. Want we hebben een hele brede functie waarbij heel veel mensen gebruik maken van de faciliteiten die we hier bieden. En dat is dan zowel onze eigen theaterprogrammering, maar ook onze functie als huis voor amateurkunst. We nemen volop deel aan de kunsteducatie voor de basisscholen. Dus alle basisschoolleerlingen die komen meerdere keren tijdens hun schoolloopbaan bij ons naar een voorstelling. Um, we hebben de kunsthal uh, waarbij hele mooie tentoonstellingen georganiseerd worden. Het filmhuis trekt natuurlijk uh, een, een heel breed publiek voor de kwaliteitsfilms. Dus ja, dat is echt voor ieder wat wil, voor de hele Almeloze bevolking, uh, kan bij ons terecht. Nou, is er ook iets van een jubileumprogramma? Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben een, uh, midden december, 15 en 16 december, hebben we een uh, speciale voorstelling die voor ons gemaakt wordt. Door het gezelschap Theater Hotel Courage. Dat is een internationaal gezelschap uh, rondom Katrien van Beurden, een actrice. Um, en onder andere Remy van Kesteren is daaraan verbonden, de harpist en, en componist. En hij gaat ook de muziek voor de voorstelling schrijven. En daar komen allerlei verhalen uh, rondom Hof 88 en uit Almelo, die komen in die voorstelling aan bod. Hoe is de waardering van publiek en artiesten? Nou, Theaterhof 88 wordt heel hoog gewaardeerd, zowel bij het publiek als bij artiesten. Bij het publiek blijkt het wel omdat we genomineerd waren voor het meest gastvrije theater van Nederland. En dat betekent dat we daarmee in de top 10 geëindigd zijn, wat bijzonder goed is voor ons. Um, en het, uh, de artiesten komen ook heel graag bij ons. En dat blijkt eigenlijk uit alle spontane reacties op ons, in ons gastenboek. Dus dat, uh, ja, da, daar komen echt de meest leuke verhalen, schrijven ze daarop hoe leuk ze het vinden om hier te komen. Kunt u nog een leuke anekdote vertellen die typerend is voor Hof 88? Uh, nou een hele leuke anekdote was wel in 2015, toen ging uh, Herman Vinkers die ging zijn oudejaarsconferentie doen. En wij hadden de eer om de eerste drie uh, try-outs daarvan, uh, de eerste keren dat hij dus voor het publiek ging doen, dat kwam hij bij ons doen. En dat moesten we geheim houden. Uh, om te voorkomen dat er een stormloop op kaarten zou komen. En wat heel leuk was, is dat, uh, dat Herman bijvoorbeeld uh, de eerste voorstelling was op donderdag. En dat hij de woensdagavond daarvoor in zijn eentje voor een lege zaal zijn hele programma heeft, uh, heeft gespeeld. Uh, omdat hij precies wilde uitmeten. Uh, en hoeveel stappen moet ik zetten? Waar sta ik in het licht? En dat was heel bijzonder om zo'n vakman op die manier bij ons aan het werk te zien.